voor drie. En de laatste vlog, die heb ik afgesloten op Ibiza. En zoals je kunt zien ben ik ondertussen alweer terug in het mooie Amsterdam. Met een zonnetje, gelukkig. En het is nu dinsdagochtend. En ik ben onderweg naar de sportschool. Want jongens, in Ibiza, ik heb alleen maar super slecht gegeten. Heel slecht. Nul aan sport gedaan. Ik had mijn sportschoenen wel mee, maar daar heb ik echt niks mee gedaan. Behalve ze inpakken en weer uitpakken. Dus ik ga nu maar weer aan de slag. Ik ben een beetje angstig eigenlijk, want ik heb het idee dat ik niet eens meer 10 keer kan thuis springen. Maar ik ga er het beste van maken. You set me free. Every time your hands on me, I wanna be your way to shine. I can't deny the feeling that you're giving me. You lit the spark that set a fire. Ik ben net op de terugweg langs de boekhandel gegaan. En ik zit hier echt heel erg stuiterbal te zijn. Super blij in mijn eentje. Best wel zielig eigenlijk. Want ik heb net The Woman's Health gekocht. En mag ik jullie even... Oh, mag ik jullie dit even laten zien? Op. Dit wil ik even laten zien. Kijk nou wie daarin staat. Wat zit er in de sporttas van mij? Ik vind het echt heel erg gek dit. Maar vooral super cool. Dus die ga ik meenemen naar huis. Nu ga ik douchen, eten en aan de slag. Ik mag vandaag lekker thuis werken. Nul afspraken. Dus dan kan ik ook even lekker de wasjes van Ibiza wegwerken. En even knallen. En de dag is weer voorbij. Ik ben blij dat ik weer naar buiten mag. Klinkt een beetje sneu, maar de hele dag achter de computer zitten. Ik had echt het gevoel dat ik er vierkante ogen van kreeg. Wasjes van Ibiza zijn gelukt, maar totaal niet alle e-mailtjes. Er zijn er echt veel te veel opgestapeld sinds mijn vakantie. En dat gaat vandaag ook niet meer lukken, want ik ga wat leuks doen. Eén keer in de drie weken dan spreek ik af met mijn vriendinnetjes. We hebben een soort eetclubavond opgericht. En dan gaan we elke keer ergens anders eten bij iemand thuis. En vandaag verbreken we eigenlijk alle regels, want we gaan buiten de deur eten. En wij gaan naar de parade. In Amsterdam is nu de parade, dus we gaan lekker daar nu buiten in het zonnetje eten. Dus dat wordt een dikke vette cheat meal op dinsdag. Van global warming. En dit ga ik doen met twee hele toffe mensen, vind ik. Tess Mulne, misschien kennen jullie die wel. En Oscar uit Expeditie Robinson. Of de Hunk uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Misschien weten jullie wat ik bedoel. Die zetten zich ook in voor dit onderwerp. En in Laren is een goede locatie om een groene locatie te schieten. En een droge locatie, dus met droge grond. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik moet zeggen dat ik best wel een beetje heb moeten studeren voor dit onderwerp. Want je wil je wel goed ingelezen hebben. En natuurkunde en dat soort dingen waren nooit echt mijn expertise toen ik op school zat. Maar ik heb nog een kwartiertje. Dus ik ga nog een beetje in mijn hoofd de tekst doornemen. En ondertussen mijn lunch opeten. Want die ligt hier ook nog op mijn schoot. Ik ben crackers aan het eten. Kan ik het laten zien? Met kipfilet, cottage cheese en een beetje peper. En dan heb ik nog een banaantje in mijn tas. Ik ben er op tijd. Het is inderdaad super groen hier. Dus ik ga eens even kijken waar iedereen zit. Nou,
ik ben aangekomen. Dit is de filmlocatie van vandaag. Jongens, ik wist echt niet dat we zulke mooie plekjes in Nederland hadden. Moet je kijken! Dit lijkt toch net een woestijn? Zo warm is het trouwens ook. Echt super warm. Maar heerlijk. Wij horen niet klagen. Ik heb me een beetje ingesmeerd. En dan gaan we zo meteen lekker draaien. Ik heb mijn microfoontje alvast in. En dan hoop ik dat iemand in de tussentijd wil vloggen. Zodat jullie mee kunnen kijken. Terug in Amsterdam. Het is nu bijna 6 uur. Het was echt super leuk om te doen, want we hebben met een 360 camera gefilmd. En ik weet niet of jullie dat ooit hebben gezien, maar ik niet. En krijg je, je ziet jezelf zeg maar als een klein poppetje op een wereldbol. Super grappig. Maar wat ik zei, het is bijna 6 uur, dus we gaan nu eerst eten. Ik loop nu naar huis en dan hoop ik dat het eten al klaar staat. En anders ga ik lekker koken. Een hele goede morgen. Het is donderdag en we hebben echt een stralende ochtend. Het is helemaal blauw, vet lekker weer. Dus ik dacht, ik ga lekker buiten zitten. Dus ik ben nu mijn mailtjes aan het doen en van mijn ontbijtje aan het genieten. Standaard havermout ontbijtje. Ik heb trouwens een nieuwe eiwitpoeder. Dit is de Creamy Coconut. Die heb ik echt per ongeluk besteld, want ik bestel altijd vanille en... Ik heb verkeerde smaakje aangeklikt, dus ik heb niets anders. Super lekker. Ik ben heel erg benieuwd welke smaakjes jullie nou altijd bestellen. Dus als je een andere aanrader hebt of eentje die super lekker is of goed te combineren met je receptjes, laat het me weten. Ik ga vandaag beginnen met een afspraak in West. Dus ik ga zo meteen een half uurtje fietsen, 50 minuutjes of zo. Dan heb ik een afspraak met een influencer marketingbureau bij de Breakfast Club. Dus ik hoop dat ik me netjes kan inhouden om dan niet ontbijt nummer 2 te bestellen. Want ze hebben daar echt super lekkere dingetjes. Nou jongens, ik heb het overleefd hoor. De Breakfast Club zonder een tweede ontbijt. Maar ik heb wel honger, want het was super ver fietsen. Ik heb 35 minuten gefietst, kwam helemaal bezweet aan. Gelukkig was mijn afspraak te laat, want een bezweten indruk is vast niet de beste eerste indruk. Nu fiets ik naar mijn volgende afspraak. Ik heb een hele rugzak vol met kleding, want we gaan weer shooten voor Foodiness. Hele goede morgen vanuit het mooie Amsterdam. Ik moet zeggen dat ik niet heel fris en fruitig ben vandaag. Zoals jullie hebben gezien heb ik gisteren niks meer gevlogd. Ik kwam thuis om 11 uur 's avonds van mijn allerlaatste afspraak. En toen ging ik mijn tas uitpakken en toen zag ik die kamer en dacht ik... Oeps, dat was ik dus vergeten. Ik had een veel te chaotische dag. Misschien herkennen jullie het wel. Soms denk ik echt dat ik alles kan. En dat ik 20.000 dingen tegelijk kan inplannen. 5 kwartier in een uur heb. Is niet zo. Dus dan kom je zelf een beetje tegen. Dus ik had wat moeite om in slaap te komen. Dan blijf ik een beetje malen in mijn hoofd. Maar vandaag is een nieuwe dag. En een goede dag, want ik heb 0 afspraken vandaag. Dus ik kan lekker gaan werken. Eindelijk al die e-mails wegwerken, hoop ik. En ik ga dat met een heel leuk iemand samen doen. Want mijn allerbeste vriendinnetje die werkt ook voor zichzelf. Dus ik ga vandaag lekker bij haar achter de laptop zitten. Dan zijn we in ieder geval lekker samen. Beetje een soort vrijdagmiddag borrel idee of zo. Misschien dat we dat vanmiddag leuk kunnen doen. En het leek me wel leuk om haar vandaag aan jullie voor te stellen op de vlog. Dus vandaag is zij aan de beurt. Ik ga haar verrassen. Thank you.
Nou, als dit niet de allerbeste BFF is. Wat een leuke verrassing. We eten bananenbrood. Bananencake. Ja. Lekker! Het is zaterdag. Dat betekent dat het officieel weekend is. Woehoe! Ik zit in de auto. Ik ben namelijk onderweg naar mijn beste vriendinnetje. Die je net in het filmpje hebt gezien. Ik ga haar ophalen en dan gaan we vandaag iets leuks doen. We gaan namelijk naar Lowlands. Lowlands Festival. Ik ben er nog nooit geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat is. Het weer is in ieder geval beter dan verwacht. Gisteravond regende het echt keihard. Toen dacht ik, als ik daarin moet staan in de... Oh! Telefoon. Moment. Daar ben ik weer. Wat was ik aan het vertellen? Dat het gisteren zo slecht weer was. Het regende echt mega hard. Maar gelukkig is het nu droog. Dus dan hoeven we hopelijk niet in de blubber te staan. Nou, ik ben uitgenodigd door Innocent. Innocent ken je misschien wel van die smoothie vruchtendrankjes. En zij hebben een stand daar. Dus wij gaan samen wat leuks doen. Nou, ik mocht dus een vriendinnetje meenemen. Dus ik neem mijn beste vriendinnetje vandaag mee. Dan gaan we ook eens even kijken hoe dat Lowlands nou eigenlijk is. Want wij partypoepers zijn daar nog nooit geweest. Dus ik ga haar nu ophalen. En dan gaan we naar... Biddinghuizen! Your card? Zelf een tent hoeven opzetten. Wel gekampeerd. Maar dat hebben we goed gedaan samen. Yay! Dus we gaan nu op naar iets. We hebben een Pink Virgin Mojito. Krijg je alleen dan zonder alcohol erin. Dat is een mocktail. Yes. Ik ga er enorm van genieten. Innocent coconut water. Als je het doet. Hello. Second one. Thank you, Val. Het is zondagochtend en ik zit thuis op de bank. Ik had natuurlijk in een tent moeten zitten op Lowlands. Die hebben we gisteren niet voor niks opgezet. Maar dat is niet zo. Het liep allemaal een beetje anders. We hadden gisteren een hele gezellige dag. Het werd opeens overdag heel mooi weer. En we waren lekker op pad. Hebben lekker gegeten. Vriendjes gezien. En heel veel gelopen. Ik had gisteren voor de grap mijn stappenteller aangezet. Omdat ik eens wilde weten hoeveel je nou afloopt. Dus ik heb net gekeken. En in die paar uurtjes heb ik meer dan 7000 stappen gezet. Nou, leuk. Dus het liep een beetje anders. 'S Avonds werd het opeens noodweer. Echt harde wind, regen, koud. We werden moe, wilden eigenlijk naar bedje toe. En toen dachten we opeens, waarom gaan we niet gewoon naar huis? We kunnen gewoon doen wat we zelf willen natuurlijk. Dus toen hebben we de zaklampjes van onze iPhone erbij gepakt. En in donker de tent afgebouwd, ingepakt. En zijn we gezellig naar huis gereden. Lekker opgewarmd met een kopje thee. En toen een warme douche gepakt. Eigen bedje in. En nu zit ik hier zondagochtend op mijn eigen bankje. En ik vond het echt een super top idee. Dus dat was mijn Lowlands avontuur. Kamperen, veld. Niet helemaal succes geweest. Maar dit is het moment dat ik de vlog van deze week ga afsluiten. Zondag, einde van de week. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te kijken. Laat het me alsjeblieft weten via een berichtje of via een duimpje omhoog. En dat je je aanmeldt op mijn YouTube kanaal. Want morgen begin ik alweer met vloggen voor de volgende week vlog. En jij bent de eerste die hem ziet als je je aanmeldt.
Ik start morgen bij de Cosmopolitan shoot. Dat wordt een beauty shoot of zoiets. Ik weet het verder ook niet echt, maar vast heel erg leuk. Dus als jij het nou leuk vindt om een kijkje achter de schermen te hebben, meld je aan. En dan hoop ik je volgende week terug te zien bij de volgende vlog. Fijne dag. Doeg!